Hallo mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering. En dit keer is het Comfort Food Adventures, de Chef's Edition. En vandaag ben ik in Rotterdam bij de nieuwe kookstudio van Plus 597. En ik ontmoet vandaag een bijzonder meisje, mevrouw. En ja, ik denk dat jullie het wel leuk zullen vinden. Nou, ze is vrij jong, maar vandaag gaat ze haar comfort food dish voor ons maken. En misschien gaat ze dat alleen doen. Misschien ga ik haar helpen. Ik weet het niet. Anyway, we gaan haar beter leren kennen. En ja, ik ben I'm excited. Ik vind het leuk dat ze er is. Hey, kijk eens wie eraan komt. Nou, wie hebben we hier zo? Blijf staan. Wat gaan we doen? Hey, dames en heren, kijk wie er is. De enige echte, Quinty Sabayo. Quinty is speelster van Ajax, hè? Ja. Hoe vind je het dat ze vandaag gaat kokkerellen voor ons? Ja, ik vind het wel leuk. Ja? Ik hou wel van koken en met jou te doen vind ik wel leuk. Ja, kijk ernaar. Hey, we gaan naar binnen. Ga je mee? Let's go. Hoe is het allemaal begonnen? Ja, natuurlijk gewoon heel klein. En mijn ouders wisten helemaal nog niet eens dat ik echt van voetbal hield. En ik was veel buiten aan het voetballen en moest eerst zwemdiploma's halen. En toen was het van, mam, ik wil graag voetballen. Wil graag voetballen? Ja. Was in Utrecht, hè? Ja, was in Utrecht en Maarsen. Zeiden ze, ja, nou, dan gaan we dat doen. Ja. Ze zijn heel vrij van wat je leuk vindt mag je doen en uitproberen. Dus nou, bijna het voetballen. Welke en, club was dat? Welke club was je eerste club? OSM 75 in Maarsen, ja. En ja, in training meegedraaid en in de avond werd al gebeld van Quinty mag de selectie in. Huh? En mijn moeder, oh, ze kan echt voetballen. Dus, hoe oud was je toen? Ik was 8 denk ik. 7, 8. Goede leeftijd om te beginnen. Ja, ik denk het wel, ja. En ja, ze noemde OSM 75 tot C'tjes volgens mij gebleven. Ja. En toen begon een clubje te zien, hè? Ja. Toen ging ik naar Zeestum eerst. Zeestum is een? Ja, in Zeist. Is een opleidings... Nee, dat ging daarna, ging daarheen. Nou, dus Zeestum heb ik 2 jaartjes volgens mij nog gehad. En toen ben ik naar CTO Amsterdam gegaan. Okay. Op een gegeven moment kreeg ik de leeftijd van... tweedejaars B was dat toen nog volgens mij. En dan ben je niet meer... Pas je niet meer echt bij de jongens. Je past wel, maar te fysiek. Het is te fysiek. En, dus ik ben naar de vrouw gegaan. Nou, er waren nog meiden. Maar daarvoor heb je altijd in jongensafstallen gespeeld? Ja, altijd jongens. Ja. Tot tweedejaars B. Jeetje. Ja, dus 15, 16 jaar. Tussen de jongens gevoetbald. Maar je moest dus ook behoorlijk van je afbijten? Ja, nou, dat was niet altijd nodig. Want die jongens... Ja, die stonden wel voor me klaar. Die namen het wel voor me op. Oké. Okay. Ja, daar had ik geluk in, ja. Dus dat was wel fijn. Je voelde je altijd veilig en fijn tussen de jongens. Dus, en ik kon lekker mijn ding doen. Lekker. Ja, was fijn. Hey, en dus op een gegeven moment ging je naar Amsterdam? Ja, op mijn 15e. Ik werd in de zomervakantie ook 16 worden. Uit huis. Uit huis. Ja. Voor het eerst. In Amsterdam. Spannend. Ja, het was... Ja,
ik had er heel veel zin in, maar voor mijn ouders was het natuurlijk spannend. Natuurlijk ook een beetje voor mij, maar je gaat iets leuks doen. Ja. Elke dag. En ja, zodoende daar 3,5 jaar gezeten. Toen ben ik naar Heerenveen gegaan. Maar hoe zat het met bijvoorbeeld met school? Ja, we moesten ook naar school natuurlijk gewoon. Dus we gingen heel vroeg trainen in de ochtend. We hadden eerst krachttraining om 7:30. En als je daarmee klaar was, moest je gelijk door naar school. Ja. En rond 2 uur weer terug. Aankleden, eten, naar de training. 14:45 begon de training. Tot 5:00. Zo ongeveer. Dan aanschuiven bij het eten, douchen, eten. Deze. En weer naar huis. Ja. Ik heb wel eens een documentaire gezien van Ajax. En ook van Feyenoord trouwens. Van de BVO's. Die talentjes. En het was wat me wel was opgevallen. Dat als jij niet presteerde op school. Dan lag je eruit. Ja. Vooral, het was heel erg streng daar. Maar ik denk dat het ons wel heeft gevormd en de basis heeft gelegd, CTO. Het was gewoon heel streng. Als jij niet naar school ging, dan mocht je niet trainen. Werd gelijk een passelijke straf bij gevoerd. Meiden mochten bijvoorbeeld een week moesten ze op kantoor moesten ze komen. Ja. Zitten bij de trainer en huiswerk doen en niet trainen. Dus wij lekker trainen en hun kijken uit het raam hoe ze niet mochten trainen, maar aan hun huiswerk moesten zitten, ja. En wat doe je het allerliefst? Of als je slechte cijfers had, ja, moest je toch ook weer komen naar de trainer en zitten aan je huiswerk. Jeetje, maar het heeft wel geholpen. Ja, zeker. Ja, het heeft wel discipline ook bijgeleerd op zo'n jonge leeftijd. Weten waarvoor je het doet en wat je moet doen. Jeetje. En. Hey, en op een gegeven moment ga je dus naar Heerenveen. Ja. Was ik al uit huis en dan nog verder van huis. Ik ken Quinty al iets langer, maar ik kan me nog heel goed herinneren dat we hebben het er een keer over gehad, hè, van dat je naar Heerenveen zou gaan. Ja. En die trainer wilde je heel graag. Ja. Dus dat de mogelijkheid was en dat ik eventueel daar echt naartoe zou gaan, ja. Want op datzelfde moment wilde eigenlijk Ajax jou ook. Ja. Iets minder. Ik weet niet, maar er waren wel clubs die wel binnen Nederland die dat wel zagen zitten, dat weet ik wel. Maar voor mij persoonlijk wilde ik gewoon heel graag spelen. Ja. Ik had dat nodig op die leeftijd, ik wist dat heel belangrijk was. Dus minuten opdoen om in Eredivisie, was mijn eerste jaar Eredivisie. En de trainer van Heerenveen wilde mij graag. Ik zou op mijn eigen positie spelen of waar ik het liefst speel. Wat is je positie? Aanvallende middenvelder. Dus 10, hè? Ja, oh, jee. Zo kan je het ook doen. En daar kon ik spelen en me ontwikkelen. Dus ja, dan moet je gewoon dingen verlaten en doen wat je moet doen. En je gaat toch iets leuks doen. Je mag elke dag voetballen en je mag je ontwikkelen. Ja, zeker. Hey, maar daar heb je 2 jaar gezeten, hè, bij Heerenveen? Ja, 2 jaar. Ja, 2 of 3 jaar? 2. 2 jaar. Ja, 2 jaar. Maar dat was ook, zat je dus helemaal erboven. Ja. In je eentje. Ja. Hoe was dat? De switch van Amsterdam naar Heerenveen had ik het eerste jaar wel heel moeilijk mee. Ja. Maar ik was gelukkig niet helemaal alleen. Ik had nog oude teamgenootjes van Amsterdam, gingen ook naar Heerenveen, 2. Dus ik was niet helemaal alleen, dus dat was fijn. En we hebben het met elkaar wel doorheen gesleept. En je had gewoon een heel leuk team. In Heerenveen had ik een heel leuk, gezellig team. Dus dan vergeet je de andere dingen omheen en je hebt het gewoon heel gezellig. Ja. En je bent er natuurlijk om te voetballen. Dus. Uiteraard. Maar ja, goed, ik kan me wel voorstellen hoor, dat als je helemaal alleen bent, dat het wel wat moeilijker wordt. Ja. Hey, en wanneer kwam Ajax? Dat is een droom, hè? Ja, dat was wel een droom, eerlijk gezegd wel, ja. Tuurlijk. Het was wel een droom. Toen ze je belden? Hoe reageerde je? Ja, ook, maar tegelijkertijd, je weet hoe de wereld in elkaar zit ondertussen. Ja. Dus je wilt niet... Het is pas zeker wanneer het echt zeker is. Ja. Dus, als het getekend is. Ja, dus natuurlijk was ik heel blij. Maar ik liet het wel op een laag pitje en alles moest eerst rond zijn en goed zijn voordat ik pas volledig echt mijn hoofd had gefocust op ik ga naar Ajax. Ja. Maar ik was wel heel blij natuurlijk, want het is wel, je doet iets goeds, dus Ajax komt niet voor niks. Dus
dat is wel een leuke erkenning ook voor jezelf. Jazeker, jazeker. En weet je wat het ook het mooie is? Je doet al iets wat je heel graag doet. Je, van je hobby heb je je beroep gemaakt. Ja. En je doet het nog eens ook bij jouw nummer 1 club. Ja. Jouw favoriete club. Ja, het is nog steeds mooi om elke dag daar te mogen zijn en te mogen voetballen. Ja, maar helaas geen Champions League dit jaar. Nee, nee. Helaas. Maar hoe vind je het nieuwe tenue? Ja, ik vind het wel mooi. Ik heb hem nu twee keer gedragen. Ja, ik vind hem mooi. Alleen het enige jammer vind ik dat we geen achternaam op ons shirt hebben. Maar ja, dat is dan voor een jaartje niet maar zo. Maar het eerste heeft ook geen... Nee, het eerste ook niet. Nee. Maar het is een mooi tenue. Ja, zeker hè. En hoe is het met de andere dames? Hoe heet ze? Sirida? Ja, Spitsen. Spitsen. De internationals? Ja. Kan je daar vrij goed mee om? Ja, ik ben heel makkelijk met iedereen. Ik kan heel goed met eigenlijk iedereen. Ik vind het fijn om met je teamgenoten een goede band te hebben natuurlijk. Je moet het toch met hun doen op het veld. En hun zijn terug van de Olympische Spelen. Ze hebben net geen medaille, jammer genoeg. Maar ze hebben nu even vakantie. Ze zijn nog vrij. Ja. Dus ik heb ze nog niet gezien of gesproken. Maar... Nederlands elftal? Gaat dat voor jou er ook nog in zitten? Ja, wie weet. Het, Je hebt wel de jeugd doorlopen, hè? Ja. De jeugd elftallen. Ja. Ja, met ups en downs dat wel. Maar ik heb ze wel doorlopen. Soms had ik er niet bij, soms wel. Maar vaak wel, dan ook weer niet. Dus wie weet. Potentie is er denk ik wel. En ik wil ook natuurlijk heel graag. Maar, weet je wat een mooi doel zou zijn? Olympische Spelen over 4 jaar. Ja, dat Olympisch zou heel mooi zijn, ja. En waar gaan we dan naartoe? Londen, hè? Nee, volgens mij Frankrijk. Olympische Spelen in Frankrijk? Ja, volgens mij wel. Dat is wel dichtbij, hè? Ja, is wel jammer, hè? Wil je liever Rio? Of Rio, ja. Ja, klopt. Maar los van Nederlands elftal en EK, WK, Olympische Spelen... Is Ajax jouw eindstation? Nee. Nee, ik ben wel... ik denk dat er meer in zit. Natuurlijk, Ajax is een topclub. Is een mooie club om te mogen spelen überhaupt. Ja. Maar ik denk dat er persoonlijk meer in kan zitten. En dat wil ik wel ondervinden natuurlijk. Maar voor nu zit ik goed bij Ajax. Jij houdt ook van koken, hè? Ja, ik vind... Ik vind het heel leuk om te doen, ja. Oké. Wat ga je klaarmaken zometeen? Ja, we hebben voor vandaag een pasta. Vegetarische pasta. Oké. Maar als je wil, kan je natuurlijk eigen maken met kip, gerookte kip of bacon, kan ook. Lekker hoor. Maar hij is nu vegetarisch. En pasta pesto, tomaatjes, zonnehoogte tomaatjes, mozzarella. Zo'n simpel gerecht. Ja, maar wel lekker. Je hebt ook Surinaamse roots. Ja. En zoals jullie zien... Ik steun ook Nacho, hè? Het Surinaams elftal. Namens Plus 597 Clothing heb ik een leuk presentje voor je. Oh, dat is leuk. Dat is lief. Dus steun Nacho ook. Tuurlijk. Met je Surinaamse roots moet dat kunnen. Ja, deze vind ik mooi. Leuk. Deze gaat veel gedragen worden. Mooi zo. En ik heb natuurlijk ook iets mee. Nee joh. Kom niet met lege handen hier natuurlijk. Ja. Wauw. Deze is voor jou. Mensen, kijk eens. Het is een vrouwenshirt. Was van afgelopen seizoen. En? Getekend. Ja, tuurlijk. Wauw. Nou, helemaal te gek. Dankjewel. Die hang ik op in kantoor. Want ik kan hem toch niet dragen. Niet? Hey, super. Hartstikke leuk. Dankjewel. Zullen we de keuken ingaan? Yes. Okay. Let's go. Wauw, we zijn nu in de keuken, mensen. En jeetje, je hebt alles al voorbereid, hè? Ja, tuurlijk. Altijd. Heb je alle ingrediënten? Wat hebben we hier allemaal, wat je nodig hebt? Pasta. Maar wel, het is met pesto, dus dat de pesto er lekker in kan blijven zitten. Ja, de pesto.
de zondagdroge tomaatjes. Lekker. Mozzarella. Yes. En de snoeptomaatjes en rucola. Eigenlijk een heel simpel gerecht, hè? Ja, heel simpel. Maar eet je dit vaker? Ja, eigenlijk wel. Ik vind dit een van mijn lievelingspasta's eigenlijk, dus ik eet hem wel regelmatig. Je moet ook natuurlijk denken, omdat jij een prof bent, dan moet je ook dus denken aan je voeding. Aan je voeding, ja, klopt. En dit mag, dit past gewoon in jouw voedingsschema? Ja, zeker. Vooral pasta is goed. En ja, we eten veel pasta ook op de club. Oh, lekker. En lekker makkelijk? Ja, ook. Ik doe niks, hè, mensen. Moet ik nog? Moet ik wat doen? Ja, we gaan zo meteen lekker snijden. Dan kan je wel moet ik alvast wat voor je gaan snijden? Zeg maar. Ja, tomaten. Tomaatjes, hoe wil je ze hebben? Lekker klein, maar niet te klein, want je moet wel die bijten houden. Mag het in vieren? Ja. En deze moet alleen nog gesneden. Ja, en deze, maar deze is wel snel klaar. En vieren? Ja, top. Zo. Alles is gesneden, denk ik. Alles gesneden. We hebben nu alle voorbereidingen gedaan en wachten is totdat de pasta kookt. Die gaan we zo meteen afgieten. En dan is het lekker alles bij elkaar husselen. Ja, ik kan niet wachten. Ja, alles bij elkaar. En, het is zo'n simpel gerecht, mensen. Maar ja, zo lekker, hè? Ja, als variatie kan je ook bijvoorbeeld nog pijnboompit erbij doen. Ja, dat is lekker toch nog een ander smaakje tussendoor. Want dit is helemaal vegetarisch, hè? Ja, ja. En als ik nou bijvoorbeeld... Klopt. Dus iedereen... Misschien een beetje kipstukjes erbij? Ja, dat kan ook, natuurlijk. Of bacon zou ook kunnen. Is ook lekker tussendoor. Lekker hoor. Ja. Gerookte kip. De pesto gaat erin. Alles? Kijk, die pesto blijft goed in de schelpen zitten. Ja. Gedroogde zontomaatjes. Tomaatjes. Tomaatjes erbij. Oh, mensen. En de mozzarella. Nu het nog warm is, gaat die lekker tussen smelten. Heerlijk. Zo, en dan de rucola, die doe ik dan altijd daarna, als ik pas op de bord heb opgeschept. Dan kan je zelf kiezen hoeveel, anders wordt die heel, heel nat en dat is niet lekker. Nee. Dus ga opscheppen. Ga je gaan? Wow, kijk eens mensen, kunnen jullie het zien? Ik weet niet of je het kan zien, ja hè? Yes. Niet te veel, gewoon net genoeg. Mensen, dit is hem dan. Quinty Ceballos Comfort Food Dish. Ja. Pennen met zontomaatjes, pesto, rucola, mozzarella. Oh. En je kan zelf nog lekker dingen bij verzinnen die je lekker erbij vindt. Pijnboompitjes bijvoorbeeld, of kip. Quinty en ik gaan lekker verder eten. En ik wil je bedanken. Ja, jij ook bedankt. Voor je waanzinnige comfort food dish. Ik vind het onwijs lekker. We gaan zo meteen lekker verder smullen. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En ik zie jullie gewoon volgende keer weer. Oh ja, check haar Instagram, hè. Hey, groetjes. Doeg.